Welkom op de Bosuil in Antwerpen, in Deurne, al waar Standaar op verplaatsing is. Alexander Ziemet, Ziemet-killer, 105, 16 jaar, afkomstig uit Merksem, gemeente Antwerpen. Gaat het opnemen tegen de geplaagde Aurelio Koster. Won nog geen wedstrijd. Twee gelijke spelen. De man wiens schiftbeker helemaal leeg moet. Want Standaar samen met Anderlecht onderaan. Al tijdenlang onderaan. De Proximus E Pro League. Het is het rood van Antwerpen tegen het rood van Standaar. Maar wiens bloed gaat vloeien? Naast mij zit Abdullah. En die maakt je niets wijs. Mijn naam is Chris Wobbe. Ja, Chris, ik denk dat we hier toch wel een minder belangrijke wedstrijd gaan verwachten. Ik denk niet dat het heel veel invloed gaat hebben, omdat het de 13e plaats Antwerpen tegen de laatste plaats Standaar is. Maar misschien is het gewoon eigenlijk een beetje eer voor Aurelio. Ik bedoel, er zijn al 7 speelrondes geweest en Aurelio heeft nog steeds geen wedstrijd gewonnen dit seizoen. En dat is niet iets waar hij voor had getekend vorig jaar, hoor. Nee, een doelpuntloos gelijkspel. Het enige doelpuntloze gelijkspel. 0-0 tegen Zulte Waregem. Persoons, best een goede prestatie. En ook Oostende pakte hij een punt. 2-2. Maar ik heb zoveel missing gaan voor Aurelio Koster. Die nog steeds op zoek is naar zijn juiste vorm. Maar ik denk op een gegeven moment krijg ik een soort berusting. Joh, het lukt toch niet. Alhoewel, hij lijkt er zin in te hebben vandaag. Tegen de gefocuste Alexander Ziemet. Een nederlaag leed tegen Moes Kroen. Kwam ook club tegen, verloor daar ook van. En natuurlijk is die nieuwkomer misschien nog even niet het niveau heeft hij van de topspelers. Maar de gevallen topspeler is Aurelio Koster. Ik ben benieuwd. Ik hoop een beetje voor Aurelio Koster dat hij een goed resultaat boekt op de Bosuil. Maar ja, Ziemet, die jongeling, die spannende, onconventionele jongeling, die gun ik ook wel een punt of 3. We gaan het zien. Openingsfase. Eerste aanval geblokt. Weer niet goed uitverdedigd. Standaar komt er nu pas tussen. Ja, dan 3e minuut. Standaar probeert dan naar voren te gaan. Je ziet heel veel mensen van Antwerpen naar achter. En oh, wat slechte paas van Aurelio. En op de counter kan Antwerpen meteen doorgaan. Ja, die vierde linkerkant, maar heel sterk teruggekomen van Standaard. Maar Antwerpen kreeg de bal weer terug. En een redding van Ochoa. Ja, Ochoa, de Mexicaanse doelman van Standaard. Die al meer doelpunten heeft moeten incasseren dan hem lief is. Nu weer gelijk Antwerpen. Ik heb ook het idee dat ze meteen ook de bal krijgen van Standaard, de nummer 16. In de Proximus E Pro League. Wanneer krijgen we weer eens een vloeiende Aurelio attack te zien? Deze bal. Wat gebeurt hier nou? Ik weet niet wat het is, maar als het de hele wedstrijd zo door zou gaan, dan slaat het. Gaan we hier niet genieten van een mooie wedstrijd, denk ik. Nee, zo is het. Kijk, Antwerpen. Stel nou dat Antwerpen wint, komt het op 10 punten. Dan kan het misschien maar eens gaan dromen van een springplank naar die top 6. Overtreding, Standaar. Ja. En de eerste gele kaart. Met 10 punten zouden ze, als de scorers natuurlijk meezitten met hem, dan zouden die op de 9e plaats staan. Aangezien Kaarsje Genk als een wedstrijd heeft verloren. Ja, precies. Nou, je weet natuurlijk niet helemaal wanneer het opnameschema loopt. Maar inderdaad, hij kan hier wel goede zaken doen wegens andere uitslagen. Nu dan weer Antwerps balbezit. Ik denk ook dat het vrij hoog ligt. Kijk eens naar de pasing van Antwerpen en die pasing van Standaard, 54%. Ik heb het niet eerder zo laag gezien bij geen enkele wedstrijd. Nee, ik ook niet. 54% is heel erg laag. En hier is Antwerpen dan, 15e minuut. Mooie heel to heel flik, lage voorzet. En wat een reflect van Ochoa. Daar staat hij wel bekend om in het echt ook. Ja, heel erg goede redding van hem, hoor. Ja, absoluut. Is het manual goalkeeping geweest? Nee, dit was gewoon echt Ochoa die het werk voor Aurelio daar heeft gedaan. Hartstikke mooi. Lijkt al iets gelatens in het spel van Standaard te zitten. Zou het mooi zijn als hij uitgerekend op de Bosuil zijn eerste zege weet te boeken. Maar dan moet zijn spelpeil echt met rassen schreden omhoog. Want op dit moment is het Ziemet die er zin in heeft. Ziemet die domineert. En Ziemet die de grootste kans heeft gekregen. Dankzij dus die save van Ochoa staat het hier nog 0-0 op de Bosuil. Mooie vloeiende aanval. Nee, als we dan toch kijken naar de andere confrontaties in speelronde 8. We zitten nu halfweg de competitie. Dan is dit, zoals je al hebt voorspeld, Abdullah, een van de mindere wedstrijden. Standaard met hoge voorzet. Oh, wat jammer.
Ja, dat was de eerste eigenlijk bij halve kans van Standaard. Maar hij kon net zijn hoofd niet tegen die bal krijgen. Maar hier een domme bal. En ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. De passing zit niet mee. Voor beide spelers zijn er eigenlijk echt een paar gewoon domme foutjes die normaal nooit zouden gebeuren. Nee, deze ook er zomaar in leveren. Het aantal turnovers is echt gigantisch. We hebben nog niet eens een half uur gespeeld. Nu dit is een mooie opzet. Risicovolle steekbal. 1-op-1 dan. Oh, als je hem net even beter meegeeft. Er liggen echt wel kansen hoor, voor Standaard. Het hoeft helemaal niet zo verschrikkelijk slecht te zijn. Passing wordt nu iets beter van Standaard en iets minder van Antwerpen. Maar nog steeds 90% om 71 natuurlijk al minder laag dan die 54. Ja, Standaard is toch wel een beetje wakker geworden. Aurelio Costa verliest hier opnieuw de bal. Minuut 29, snelle one-touch combinatie. Loopt stuk op de defensie van Standaard. Die ook meteen naar voren toe wil. Dat zie je ook in risicovolle, kansloze steekballen. Wanneer komen die skill moves weer een keertje in het spel van Standaard? 0-0 op het half uur. Nee, klopt, je liet Antwerpen daarentegen wel echt een heel aantal skill moves gebruiken. De heel-to-heel flick, dubbele schaar. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En ja, spelers die echt skill moves gebruiken met 3-star skill spelers, ja, dat is wel echt heel mooi om te zien. Want het zijn niet de moeilijkste skill moves, maar het zijn gewoon, als ze lukken, zijn het echt wel hele mooie acties. En hier Antwerpen dan, oh, dat was een heel mooi schot, maar goed, de keeper bewogen van Aurelio. Ja, dat is toch wel een van zijn sterke punten. En ook Zimet natuurlijk, hij dus de vertegenwoordiger van de jonge nieuwe generatie talenten. Want doe het maar eens even op je 16e voor Antwerp in de Proximus E-Pro League. Dit is toch ook weer onrustig getimed, onrustig geschoten door Aurelinho 7. Dat is toch jammer, want de vorige wedstrijd deed hij dit juist heel goed. Hij verloor hem wel, maar schoot 2 keer fantastisch raak van afstand. Ja, klopt. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet denken. Aurelio, hij is gewoon niet echt goed aan het spelen. Nee, dit doet hij dan wel goed met Ochoa. Oh, wat doe je daar dan? Komt er een lopje aan? Nee, toch niet. Nee, natuurlijk niet. Want het is nog steeds balbezit voor Standaard. Dit was met risico gespeeld. Overtreding, zegt het publiek. Maar nee, zegt de scheidsrechter. Antwerp komt weer naar voren toe. De vaste bespeler van de Bosuil. De club met nummer 1 bij de KBVB. Dit ziet er goed uit. Te haastig geschoten, denk ik. En met risico uitverdedigd. Maar wel goed. Standaard lijkt wat beter te worden. Heeft nog niet echt hele grote kans in. Ja, behalve die grote ogen voorzet. Die dan mis werd gekopt. Of niet werd geraakt eigenlijk zelfs. En dus voorlangs ging. Voor de rest hebben we Zimet gezien met de meeste kansen. Het is inderdaad nog niet zo sprankelend en spectaculair. Als de andere wedstrijden die we hebben gezien. In speelronde 7 en 8. Misschien moet het nu dan lukken voor Antwerpen. Ja, dat is een mooie skill move. Er moet toch een goal worden. Van de lijn gehaald. Wauw, dat was echt een heel mooie actie van Zimet Killer. Maar de bal inderdaad heel erg mooi van de lijn afgehaald door Aurelio. Volgens mij heeft hij die speler zelf niet gecontroleerd. Dus had hij wel een klein beetje geluk. Maar ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vind deze wedstrijd, om heel eerlijk te zijn... Goal! Ja, net wanneer ik er een klein beetje kritiek wil geven, komt er toch weer een doelpunt. Maar wat ik dus wilde zeggen was... De passing en het balbezit van beide spelers is niet geweldig, vind je niet? Ja, de bal wordt slordig. Te vaak verspeeld en dat is iets wat echt niet goed is. En dit wat ook je, zeg. Ja, dit is gewoon heel erg zonde. Dit is zo'n beginnersfout. Dit kan gewoon niet. Dit is heel erg zonde. Dat verwacht je niet van spelers zoals Aurelio en eigenlijk ook al niet van Zimet. Als ik moet kijken naar de eerste 7 rondes van hem. Zo vaak de bal wegspelen heb ik nog niet gezien. Ja, de man die 6 jaar ouder is, Aurelio Costa, zit opnieuw in de houding die we al zo vaak van hem hebben gezien. Met de hand tegen de neusvleugel. De bril even goed doen, hand voor de mond nu. Nou, je kunt het allemaal zien. Gelaten, maar dit doet hij ook. Ja, wat is dit? Dit is toch ook gewoon een beetje... Dit is zijn eigen schuld. Onnozel, laat ik het netjes houden. Ja, maar dit is... Ja, ik wil er niet omheen draaien. Dit is gewoon echt Aurelio zijn eigen schuld. Ja. Hij heeft de bal op een domme... plaats teruggegeven aan Alexander en Alexander nam gewoon zijn kans, heeft gescoord en staat daarom ook 1-0 voor. Ja, en Zimet beseft natuurlijk maar al te goed dat Koster niet de sterkste tegenstander is deze Proximus E-Pro League en het natuurlijk wel moet gaan doen. Bal bezit voor Standaard. Opnieuw moet Aurelinho zich weer herpakken nadat hij tegen het canvas is geslagen door een eigen fout nota bene.
Maar Antwerpen heeft de bal alweer. Kijken of er wat meer rust in het aanvalsspel komt van Antwerpen. Dit is wel een goede opening, zoals we die vaker zien bij Zimet. Nou, is deze wat ook goed. Een heerlijk doelpunt, zeg. 47e minuut. Hij had niet eens de aftrap, maar alsnog kan hij gewoon in 3 minuten na het fluitsignaal, na de start van de tweede helft, gewoon meteen een doelpunt maken. En wat een goal was het, zeg. Zo, schitterend binnengetrapt. Zo heeft dat balverlies dus vlak voor rust grote gevolgen. Niet 1, maar 2 tegentreffers. Aangezien Antwerpen volgens mij ook de aftrap mocht nemen. Ja, dan sta je 2-0 achter. Dan denk je, ik haal de rust met 0-0. Maak je toch een suffe fout en krijg je daarvoor de rekening. Maar het wordt nu ook wel een kwaliteitsverhaal. We hebben natuurlijk lang genoeg opgenomen voor Aurelio Koster. Het blijft een sympathieke, toffe kerel. Maar ja, hij brengt gewoon veel en veel te weinig. Ja, en dit is ook hartstikke goed gedaan van Zimet. Royal Antwerp FC leidt door een doelpunt van Mbokani opnieuw. En ja, het leidt, nou ja, het leidt nog steeds, maar het heeft gewoon de voorsprong verdubbeld. Mbokani dus tweede doelpunt te maken. En ik denk, als het zo doorgaat, kan er nog wel meer. Nou, iets wat ik wilde zeggen was, zou Standaard Luik nou eigenlijk nog tevreden zijn door Aurelio te kiezen? Ik bedoel, ze hadden hem gekozen vanwege zijn vele ervaring, ja, vanwege zijn eigenlijk goede naam, ja, in de Belgische scene. En dan, ja, heeft hij nog steeds niet gewonnen na 7 speelrondes en lijkt het erop dat hij weer gaat verliezen in de 8e speelronde. Ja, ja, daarom. Dit is toch wel het einde van een zeer ongelukkige periode. Nou, misschien is het einde nog helemaal niet gekomen voor Aurelinho. Want op een gegeven moment moet het toch wel. Hij laat echt wel bij Vlagen zien dat hij wat kan. Maar dit is gewoon te weinig. En ik denk ook inderdaad die keuze. Dat had misschien beter kunnen uitpakken. Als je kijkt naar Raphaël Haquin. Die speelt voor STVV. Die komt notabene uit Luik. Dit is een aardige aanvalsopzet. Maar te gehaast gespeeld. Dat zijn toch wel een aantal duidelijke verbeterpunten. In het spel van Alexander Simet. Toch die jongeling voor wie ik veel sympathie heb. Die toch ook wel kleur geeft aan de Proximus E Pro League. Want er is maar één ploeg die voetbalt. En dat is Royal Antwerp FC met de 16-jarige jongste van het stel. De Benjamin Alexander Simet met misschien zijn derde treffer. Oh. Kijk, ze wordt niet eens meer uitverdedigd, joh. Nee, klopt. Het is weer heel matig van Aurelinho. Kijk hier, die aanvallen. Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, ik vind het heel erg jammer voor Aurelinho. Ja, en ik denk ook dat hij ook heel erg teleurgesteld is in zichzelf. Dat hij nog steeds na 8 speelrondes gewoon niet kan winnen. Nee, 2 gelijke spelen. Kijk eens aan. Veld ligt open. Goed getuimd. Goed gepakt. En dan word je eigenlijk al in de eerste helft 2 keer door een generated save en een bal van de lijn al geholpen. Anders was de schade al helemaal uit de hand gelopen op de Bosuil. Bij Zimet, die niet eens zijn beste spel hoeft te spelen. Maar nogmaals, ik wil Zimet niet tekort doen. Want ik vind het een heel mooi en gaaf talent. En ik hoop ook echt dat Royal Antwerp ook doorgaat met het e-sports project. Zoals alle eerste klassers in de Pro League. Die natuurlijk ook mee zijn gegaan in het geweldige project. Hoekschop van Antwerpen. Kopbal, maar gepakt. Dit is de eerste stap voor e-sports in België. Ja. De spelers hebben natuurlijk nu nog geen contracten bij de club. Maar misschien kunnen we volgend jaar of misschien het jaar daarna, tenminste in de toekomst, wel spelers of wel clubs spelers zien contracteren, dat ze een eigen salaris krijgen, dat we veel meer content gaan zien omtrent e-sports in, ja, België. En dat zou gewoon de droom zijn, denk ik. Het blijft groeien. Het is op dit moment zo bijzonder, FIFA e-sports. Het blijft maar groeien. De prijzen voor het WK worden zo groot. En ja, met talenten zoals Alexander Zimet, die hier met de aanval komt, maar heel goed verdedigd dan toch door Aurelio. Ja, met de talenten dus zoals Zimet kunnen we heel wat leuks verwachten hier in de E-Pro League. Ja, helemaal omdat je kijkt naar die 85 rating natuurlijk. Ja, ik verwacht natuurlijk dan ook een beetje op de echte topspelers die natuurlijk nog niet staan opgesteld nu. Ja. Alle skillmoves, dan zie je nog veel meer acties, zie je nog veel meer schoonheid in het spel, nog veel meer tactiek. Het kan dus allemaal nog beter. En dat is hartstikke mooi vooruitzicht, aangezien het toch ontzettend amusant is, deze Proximus E Pro League. Nu een duidelijke kentering inderdaad. De top 6 begint zich langzaam maar zeker af te tekenen, zo op de helft van de competitie. Deze 2 spelers horen daar nog niet bij. Nu dan misschien. Gaat het een keertje lukken? Gaat hij weer op doel schieten? Het is toch hartstikke mooi gespeeld? Aurelinho, en waarom nou dit?
Waarom nu dit? Ik heb geen idee, Chris. Maar je kan weer zien, hij schoot sowieso al richting de hoek waar hij met zijn keeper had bewogen. Dus ik denk dat zelfs als de bal op goal was geweest, dat hij met zijn keeper de bal had gehouden. Ja, kwartiertje nog te gaan. Ik denk dat het biertje, het pintje op de tribunes van de Bosuil misschien wat beter smaakt dan de wedstrijd. Ondanks dat we natuurlijk niet te negatief willen zijn over deze twee gamers. Die met Killer 105 en Aurelinho. Zitten in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Nog ongeveer 12 minuutjes te spelen. Mooie aanvalsopzet weer. Daar teruggehaald. Even stallen misschien. Natuurlijk wil je ook die 0 goals tegenhouden. Ik zag net voorbij komen dat de keeper van Standard Ochoa al 6 reddingen had gegenereerd. Nu dan met de Emond van Antwerpen. En dan gaan we naar de laatste 10 minuten. 2-0 is de voorsprong. Voorlopig wordt 2-0 de zegen. Ik zie geen mogelijkheid meer voor Aurelinho om ooit dit nog te keren. Je hebt 2 punten. Cerkelen staat op dit moment bovenaan met 16. Dan zouden dus al 14 goed moeten maken in de komende 7 speelrondes. En de top 6 begint bij Kortrijk. 12 punten. Ja, 10 punten. Het zou nog te doen zijn. Maar met dit speeltype zie ik dat echt niet gebeuren. Net als Anderlecht stelt Standaard gewoon teleur. Zo hard moeten we zijn. Die conclusie moeten we trekken. Bij de eerste paal lukt het niet voor Royal Antwerp FC en Standaard. Misschien is dat dan toch de druk van een tweede e-sport hebben. Want op dit moment staat in de top 6 maar twee clubs die een tweede e-sport hebben. Waarvan de tweede e-sporter in de top 6 staat. Dat zijn Club Brugge. Wat hier is een hele grote kans voor Aurelinho. En kijk die frustratie bij hem. Hij zit tegen zichzelf te praten. Hij weet dat hij die kans moet afmaken. Ja. Het moment natuurlijk eigenlijk waarbij de wedstrijd kantelde was die 45e minuut waarbij hij gewoon centraal in de defensie de bal heel slordig verspeelde. Klopt. Het hem op een presenteerblaadje aangaf op het moment die zei dankjewel en meteen vanaf de aftrap tweede helft zijn voorsprong verdubbelde. Goede steekbal. Gaat hij pasen? Gaat hij schieten? Hij schiet! Het is 3-0. 3-0 voor Zimet Killer 105. Hij gaat stijgen op de ranglijst. Natuurlijk, het was te verwachten. Hij kwam de echte top tegen. Antwerpers e-sport, daar was het wat moeilijker mee. Aurelinho 7 is niet de echte top in de Proximus e-Pro League in ieder geval. Maar goed, hij moet het misschien toch van zijn toernooien gaan hebben. Maar ik ben benieuwd of het echt bij Aurelinho past om het helemaal op te geven. Maar Zimet doet het toch weer ontzettend goed hoor. Want het is volgens mij van Antwerpen de derde zege. En dat is toch heel aardig na 8 speelronden. Ja, zeker. Hij gaat hierna. Hij staat nu al op 10 punten. Dat kan hem. Kijk eens. Hij is er klaar mee. Hij is er echt zo boos om. En ik begrijp het wel. We zijn al halverwege de competitie. Ja. Hij heeft nog steeds maar 2 punten. Nog steeds 0 overwinningen. Hij weet gewoon volgens mij niet wat hij nog moet doen om dit om te gooien. Ik doe heel voorzichtig alsof ik er niet ben. Ja. Ik maak geen geluidje. Ik neem de tijd met mijn handshake. Ja. Want op dit moment donderwolken boven het hoofd. Maar kijk maar naar deze stats. Dik verdiende overwinning. Het slaat nergens op. 15 schoten, 9 op target, 60% balbezit. 90% pass accuracy, shot accuracy, accuratie 0% van Standaard. En de 75 passing accuracy van Standaard is ook helemaal niet goed. Ik denk dat 85 plus een minimum is. En hier geven ze elkaar dan toch de hand? Nee. Aurelinho, handshake, ja, hij komt wel, jawel. Dat zal je toch wel doen? Nee, hij loopt gewoon verder. Dat is jammer. Ik begon heel sterk met de wedstrijd. Ik scoorde dan nog 45 minuten met een klein gelukje, maar de tweede helft heb ik 2 mooie goals gescoord en dan nog de 3-0 gewonnen. Ja, inderdaad, de volledige wedstrijd gedomineerd. Dat vertaalt zich ook in de cijfers. Meer balbezit, meer kansen, meer alles eigenlijk. Na een langere periode die wat moeilijker ging, zal dat wel deugd doen, terug een overwinning. Het zal sowieso deugd doen. Ik begon gewoon ineens heel snel te spelen, een klein beetje veranderd van spelers en gewoon snel compact gespeeld en dan nog gewoon 3-0. Ja, inderdaad, het had zelfs nog meer kunnen zijn, hè? Ja, het kon nog meer zijn, maar ik probeer nog altijd rustig aan te doen met mijn kansen. Ik doe het allemaal stap voor stap en zo proberen meer te scoren. Match voor de dernière place face à l'Antwerp. Une défaite 3-0, que s'est-il passé? Bah justement, il s'est rien passé, j'ai pas joué, il y a des occasions qui sont bizarres, enfin il y a des relances qui sont toutes seules, j'arrive pas à avoir le contrôle de mon jeu, ben voilà, on perd, c'est simple.
je paye cash mes erreurs, c'est tout. Beaucoup d'erreurs de ton côté, tu es un peu déconcentré. Ouais, c'était juste que ne pas gagner un match en pratiquement 9 journées, ça commence à faire beaucoup. Et là, vraiment, c'est bon quoi. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire.